Maar leuk dat wij hier ook ons verhaal mogen vertellen. De reden dat ik het samen met Maurice doe, is dat wij het genoegen hadden om vanuit INR in het nieuwe gebouw van de Worm in Rotterdam afgelopen jaar een installatie te realiseren. Maar daar kom ik daar heel even op terug. Ik wou eerst even iets vertellen over wat INR doet en hoe het in elkaar zit. En daarna eigenlijk met Maurice ook in gesprek van hun ervaringen tot nu toe in het gebouw. Exact. Dus het plaatje wat jullie zien is Lucerne. INR komt uit Zwitserland. En wat wij eigenlijk doen is het natuurlijke proces wat je bijvoorbeeld ook in de bergen hebt van het ioniseren van lucht. Dat gebeurt op een natuurlijke manier. Dat voegen wij eigenlijk toe aan de luchtbehandeling in gebouwen, waardoor je eigenlijk ja, op een natuurlijke manier de lucht zichzelf in een gebouw weer kan reinigen. Ik zeg altijd gekscherend, we brengen frisse Alpenlucht de gebouwen in. Want ja, lucht in de Alpen is altijd fris, is altijd schoon en dan weten mensen ongeveer wat wij doen. Dat doen wij dynamisch. En ja, het effect wat wij daarmee hebben is dat in een gebouw worden de geuren geneutraliseerd, koolwaterstofverbindingen worden ontbonden, hygiëne wordt significant verbeterd, daar kom ik dadelijk nog even specifieker op terug. Energetisch en kostentechnisch is het ook aantrekkelijk. En wat ik zeg, het zorgt voor natuurlijk frisse lucht in een gebouw. Er is al redelijk veel verteld vandaag over ja, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging. En je hebt eigenlijk je hebt drie soorten luchtverontreiniging. Je hebt micro-organismen, je hebt geuren, gassen, vluchtorganische stoffen en je hebt fijnstof. En INR heeft eigenlijk een reducerend effect op al deze drie facetten. Daar kom ik dadelijk even op terug. Maar wat ik jullie eerst wil meegeven is, wat ook al wat te sprake is gekomen in gebouwen, hoe meer je ventileert, hoe schoner het is in een gebouw. Hoe minder klachten het zijn. Alleen het nadeel is, hoe meer je ventileert, hoe duurder het wordt. En dat is gewoon een uitdaging voor iedere W-adviseur en installateur om daar de goede balans in het gebouw te krijgen. Tegenwoordig willen we het zo schoon mogelijk en meer ventileren. Alleen de bestaande installaties kunnen jammer genoeg vaak niet meer ventileren dan dat ze al doen. En als je dan kijkt van oké, wat kan INR dan toevoegen? INR kan worden toegevoegd aan bestaande installaties, maar ook aan nieuwe installaties. En wat wij doen is wij meten de luchtkwaliteit die van buiten komt. Dan wordt het geïoniseerd en de zuurstofionen die komen door het kanaal komen ze in de ruimte en pakken bij de bron de vervuiling aan. Omdat namelijk ook de mens, de gebruiker van een gebouw eigenlijk de grootste vervuiler in het gebouw is. En we meten ook de luchtkwaliteit die retour komt uit het gebouw. Dus als de mensen binnenkomen, zie je dat de luchtkwaliteit wat slechter wordt en dan gaat de installatie ook harder werken. Los van het feit dat wij die twee luchtkwaliteit vooraf en achteraf meten, meten we ook nog de flow, de vochtigheid en de ozon. Want bij ieder ionisatieproces ontstaat er een ozon. Wij houden dat gewoon in bedwang en kunnen dat monitoren. We monitoren gewoon 24 uur per dag. En zorgen daarmee dat het gewoon binnen alle grenzen blijft. Het mooie is dus dat wij, doordat wij dynamisch sturen, op basis van de sensoren bepaalt iedere 2 seconden hoeveel die moet ioniseren, kun je dus scherp aan de wind zeilen en altijd voldoende ioniseren om de lucht binnen in de ruimte aan te pakken. Dan is de vraag, hoe bouw je het in? Wat ik zei, je kunt het gewoon in bestaande installaties op het kanaal zetten wat je in het midden ziet. In nieuwe luchtbehandelingskasten wordt het vaak ook in de laatste sectie geplaatst. Of op vliegvelden plaatsen wij het heel veel in de secties van de actief koelfilters. Dat is van hoe we het kunnen toepassen. Maar wat is het effect van INR? Als je weer teruggaat naar het plaatje van hoe ziet het concept eruit in een gebouw, dan ga ik nu even naar de meting die wij hebben gedaan in samenwerking met DWA op een school in het midden van het land.
Dat was een klimaatklasse B-school. En daar hebben ze eigenlijk de lucht gemeten, de luchtkwaliteit gemeten door de luchtstroming heen. Dus beginnen bij de buitenlucht, wat is daar de luchtkwaliteit? Ze hebben hier alleen gekeken naar de micro-organismes in de lucht, dus kv per kubieke meter. Dan hebben ze gekeken naar het filter. En daarbij zie je dat goede filtratie belangrijk is om de troep van buiten buiten te houden. Vervolgens zijn ze gaan kijken, oké, wat is de luchtkwaliteit bij het inblaasrooster, voordat het ruimte ingaat. En dan zie je dat van buiten bij het filter wordt er 90% tegengehouden, gaat hij naar 40 kVA. Bij het inblaasrooster blijft die 40, blijft 40. En dan het belangrijkste punt, namelijk borsthoogte bij de leerlingen, ging ineens, werd die 40, die ging naar de 1100 toe. En dan merk je dus dat, als je dus gewoon lucht inblaast, kan het nog steeds komen dat de mensen, de gebruikers in de ruimte, in een gebouw, de lucht, ja, kwaliteit achteruit brengen. Dit was gemeten voordat INR werd geïnstalleerd. Toen werd INR geïnstalleerd, is dezelfde meting een maand later opnieuw uitgevoerd. Zelfde klas, zelfde leerlingen, zelfde moment van de week. Dan zie je dat de buitenlucht, die eerst 450 was, die was in dit geval wordt die bijna 600. Dan zie je dat na het filter wordt er weer 90% tegengehouden. Dan gaan we pas ioniseren, dus tot het inblaasrooster wordt die 50, die gaat terug naar de 20. En dan het belangrijkste, op borsthoogte bij de kinderen, kom je nog maar op 70 uit. Dus daarin zie je dat het feit dat wij de ionen door de kanalen de ruimte inbrengen en bij de bron van de vervuiling de luchtkwaliteit verbeteren, zie je daarin dat we daar een significante reductie in de luchtvervuiling hebben. Hier heb ik het alles even naast elkaar gezet. En als je dan naar deze gaat kijken, dan zie je dat van die 1100 wat het eerst past naar die 70. Dat wij een, ik noem het nogal een significante verbetering hebben weten te realiseren in dit gebouw. Belangrijker in de huidige pandemie van, oké, wat is het dan? Wat is het effect van INR op virussen? Dit hebben wij door het Fraunhofer Instituut in Duitsland laten onderzoeken. En daarin is de conclusie van hun dat in hun testopstelling, waarin ze een continue virusdruk hebben toegevoegd aan de lucht, en op een gegeven moment INR hebben ingeschakeld, dat door het inschakelen van INR de virusdruk in de ruimte met 99,4% was gereduceerd. Dus dat is wel iets heel fijns dat dat er zo uitkomt. Er zijn tig studies over de effecten van INR op de luchtkwaliteit. En eigenlijk hanteer ik altijd de vuistregel. We halen van je vluchtorganische stoffen halen we 50% eruit, van je micro-organismes tot 70 tot 90% en van je fijnstof zo rond de 40%. En als je dat mee in je achterhoofd houdt, dan ga je eigenlijk kijken weer terug naar die tabel van oké, wat doen wij dan eigenlijk vergeleken met het additioneel ventileren? Als je net boven het bouwbesluit zit, wat net ook al te sprake komt, kwam, en je wil je luchtkwaliteit gaan verbeteren, dan kun je aan de ene kant zeggen, oké, ik ga meer ventileren. En wat doet dat dan? Dan heb je alleen wel ook grote installaties nodig, grotere luchtkanalen, hogere exploitatiekosten. En als je dus bijna je luchthoeveelheid gaat verdubbelen, dan heb je geen halvering van je luchtkwaliteit, van je luchtvervuiling. Zou je INR toevoegen aan de eerste situatie, met in je achterhoofd houden dat we ongeveer 50% van de luchtvervuiling reduceren. En je gaat dan kijken wat het dan doet met de hoeveelheid lucht waarmee je het gevoel hebt dat je binnen zit. Zie je dat je van een 30 kuub lucht per persoon per uur eigenlijk het gevoel hebt door INR toe te voegen dat je bijna op de 70 kuub lucht per persoon per uur zit. En dat is wel gewoon een hele mooie verbetering van je luchtkwaliteit. Hier zie je even mooi, je kunt alles kunnen koppelen aan gebouwbeheersystemen, dat is geen enkel probleem.
die rode lijn die je hier ziet, is de dynamische intensiteit die iedere 2 seconden wordt bepaald. Dus we gaan nooit te hard ioniseren dan nodig. Ik heb heel veel mooie referenties die ik allemaal wil pakken, maar ik wil eigenlijk meer met Maurice in gesprek over hetgeen wat zij, wat hij ervaart in hun gebouw. Ja, helemaal goed. Nou, misschien even eerst als basis dat wij net voor de coronatijdperk ons kantoor in Rotterdam natuurlijk hebben gebouwd. En daar eigenlijk al vanuit de medewerkers de vraag hadden meegegeven om veel aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit. Toen zijn we inderdaad op zoek gegaan en eigenlijk nog voor het coronatijdperk uitgekomen bij INR. Omdat wij gewoon ook graag wilden controleren welke lucht van buiten naar binnen kwam. Maar ook de luchtkwaliteit binnen in het pand die mede veroorzaakt wordt door de medewerker die daar aanwezig is. Ja, en toen zijn we inderdaad bij INR uitgekomen. En dat is inderdaad ingebouwd in de coronatijd. En toen kwamen inderdaad ook nog eens de gegevens bij dat we natuurlijk aerosolen ook beetpakken met deze installatie. Dus dat wilde ik van vooraf nog even meegeven. We hadden het in onze voorgesprek inderdaad al over. Jij komt nog regelmatig, kom jij nog in het gebouw? Maar, ja, ik kom er regelmatig nog, inderdaad. Maar is het ook. Hoe is het? Heb je het idee dat het gebouw net gerenoveerd is? Ik heb niet het idee dat het gebouw net gerenoveerd is, nee. Nee, absoluut niet. Nee. En dat komt mede, denk ik, door jij doelt dan waarschijnlijk op de lucht, hè? Dus de bouwlucht. Ja. Die heb ik absoluut niet waargenomen, nee. Nee. Ja, maar dat is ook het mooie als je. Het is niet alleen dat wij de micro-organismen, maar ook je formaldehyde. Als je gaat renoveren, dan heb je een hele hoop uitdamping van veel materialen. Ja, en klopt. Dat is. Sommige mensen vinden dat lekker, nieuwe gebouwgeur. Het is twijfelachtig hoe gezond het af en toe is, maar dat is wel fijn dat je dat ook ervaart. Ja, absoluut. En is het ook hoe. Ja, okay, jullie medewerkers hebben nog niet allemaal ervaren, maar. We hebben uiteraard een bezetting op dit moment op kantoor. In principe is kantoor dicht en met uitzondering werken er wel een aantal mensen die thuis gewoon weinig kans hebben om thuis te werken. Maar de ervaring ook van die mensen is gewoon heel positief, zeker op het gebied van luchtkwaliteit. Ik heb wel eens aan iemand gevraagd met de klachten van bijvoorbeeld droge ogen, wat wel eens door schimmels en dat soort zaken natuurlijk wordt veroorzaakt. Ja, die hebben ze niet en dat is gewoon fijn om te horen. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook hetgene, omdat, ik zeg altijd maar, als je op wintersport gaat, dan is de lucht ook heel erg droog buiten. Maar niemand heeft daar last van droge ogen, omdat de lucht daar veel schoner is. Dus het feit dat je last krijgt van droge ogen, is het meer dat je hoge last hebt van de vervuiling in de lucht. En dan kun je het maskeren door het te gaan bevochtigen, of je kunt de vervuiling oplossen of weghalen. En dan heb je daar minder last van. Exact. Dat is goed om te horen dat het in de praktijk ook weer. Ja, exact. Ja, en ons kantoor is ook. Ons kantoor is natuurlijk ook helemaal uitgerust met sensoren. Hè, dus wij meten echt daadwerkelijk gewoon elke minuut wat er voor waardes worden gemeten. En dat is goed omdat we dan nu een hele goede nullijn hebben, zeg maar. Hè, wat het op dit moment is. En hopelijk als we dadelijk allemaal weer naar kantoor kunnen en mogen. Dan kunnen we kijken wat het daadwerkelijk zeg maar, de verandering is en hoe dat dan wordt bijgestuurd door de installatie. Ja, dat zeker. Dat is een mooi beeld voor de toekomst. En het is ook gewoon voor de medewerkers. Ja, jullie hebben alles eraan gedaan om het zo veilig mogelijk voor ze te maken. Absoluut, ja, inderdaad. Ja. Dat is ook mooi. En ja, de locatie van je kantoor, ik vind het een schitterende locatie midden in de haven. Er zal ook af en toe nog wel de grote diesel langskomen. Nou ja, goed, dat is een van de redenen dat we ook naar hebben gekeken. Dat is natuurlijk ook de fijnstof beet kan pakken. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Dat klopt. Okay. Het was een mooi project om jullie te realiseren. Ik hoop dat er absoluut met jullie zullen volgen.
Ja, en het is mooi om de ervaringen te delen zo met elkaar. En dadelijk ook de metingen, als we weer allemaal naar mijn kantoor kunnen, ook te delen, zodat we kunnen blijven verbeteren op dit gebied. Ja, dan is eigenlijk mijn vraag: zijn er nog vragen vanuit de ruimte? Ja, de ruimte, de zaal. Zijn er nog vragen vanuit de ruimte? Ja, mooi. Dan kom ik weer vanuit de ruimte. Nee, we hebben geen vragen meer vanuit de deelnemers gekregen. Ja, heel vet. Volgens mij hebben jullie daar een heel mooi kantoor van gemaakt, Maurice. Want jullie hebben toch ook nog allerlei andere Ja. dingen toegepast in jullie kantoor? Ja, we hebben nog ander iets toegepast. Een coating hebben we aangebracht binnenin de luchtbehandelingskast. En die coating, dat zijn eigenlijk ook micro-organismen, gezonde bacteriën, die geactiveerd worden door UV-licht. Dus dat is eigenlijk nog een extra iets die wij bovenop de Ironair nog hebben toegepast, om de luchtkwaliteit nog beter, zeg maar, in orde te houden. Maar wat doet En die coating ja, dan, die... wat doet die coating dan precies? Ja, eigenlijk zeg maar de bacteriën en onderdelen die dan eventueel nog door de luchtbehandelingskast komen. Ja? Ja, die worden weer opgepakt door die goede bacteriën. En ja, die worden dan zeg maar lam gelegd en vernietigd. Ja, 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 dat ja. zit inderdaad, dat zit in de luchtbehandelingskast en wij zitten net Ja, het na zit de in de. luchtbehandelingskast. Klopt, exact. Exact. Ja. Dus dat wordt inderdaad de extra verwarring buiten kan komen, wordt daardoor. Nou, het klinkt Ja, interessant. nee, Ik als kom het. graag even langs als het u mag. Ja, zeker Wouter, als het weer kan, dan moet je zeker langskomen. Absoluut. Ja, hoeveel mensen hebben jullie nu alweer op kantoor? Of zijn het echt nog enkele? Neem Ja, aan. dat is echt heel weinig. Een stuk of 10, 15. En normaal zitten daar 200 tot 220. Dus dat is Zo. wel een aanzienlijk ander aantal. Ja. Nou, ik hoop dat we snel weer met z'n allen open kunnen. Absoluut. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Hey jongens, bedankt voor jullie verhaal en ja, tot snel. Ja. Tot snel, Wouter. Dankjewel.